De weemoed die ik voel voor vroeger is vals. Vergeelde glimlachen in een fotoalbum terwijl er niks te lachen viel. Het woord kaas kenden wij niet eens in onze eigen taal. Verschoten kennis in een teruggevonden schoolschrift. 1 × 1 = 1. Onze reden is op de tafels gestoeld. Dat melodrama dat je toen beleefde is altijd nu geweest. Morgen bestaat niet, laat staan gisteren. Nooit is altijd niet en niet altijd is soms. Tijd druppelt op een gloeiende plaat. Maar waarom laat mijn warme hand mijn vaders kouwen nooit meer los? Gaat dat zo in een crematorium? Thank you.
vaderen niet breed vroeger thuis? Wel lang. We hebben het heel lang niet breed gehad. We woonden in een ongelooflijk klein huisje met maar één raam, maar daar kon je niks doorzien, want het was een Schotse ruit. Waarom maak ik toch altijd weer van die flauwe grappen? Om serieus genomen te worden natuurlijk. We woonden in zo'n kleine kamer. Eén keer had vader het nieuwe behang over het oude geplakt. Toen paste de tafel niet meer in de kamer. En de schulden van de boodschappen liepen maar op tot het eind van de week. Als vaders bevrijdende salaris kwam. 1959. Schoon. Op een zaterdag zat moeder in de lappenmand. Het beste plekje waar je thuis nog kon zitten. Lekker warm op de kat. En ze zei tegen mij, Strooman, zou jij van moeder een boodschap willen doen? Zou jij willen halen een half vol koren en 2 ons kaas aan een stukje? En los meteen de schulden af. Wap! Daar viel de portemonnee in mijn hand. Met het hele bedrag, 1962. Vader had weer eens opslag gekregen. En ik slenterde langs de etalages van de stad en ik fantaseerde over wat ik me al kon veroorloven van dat geld. 6 punnenklosjes, 5 kwartetten, 3 pimpampetspellen, 2 ganzenborden, 1 Atari-spelcomputer, een halve sjoelbak. Dat leek me wel wat, een halve sjoelbak. Zaten de 3 en de 4 ook eens aan de kant. Opeens sloeg de klok 5 voor 6. Waar was ik? Hoe laat was het? 5 voor 6, dat heb je net gezegd, Suffert. Ik liep een willekeurige winkel binnen, de bediende vroeg, wat kan ik voor u doen? Om tijd te winnen vroeg ik, wat kunt u allemaal? Geen flauw tijd, jongen, wat is je boodschap? 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 Vergeten? Ik was mijn boodschap vergeten, jongens en meisjes. Wat moest ik doen terug naar huis? Kon niet dat ik geen broodkruimels had uitgestrooid om de terug... Nee, dat is een ander verhaal. Moest ik mijn moeders verstellen in mij vertrouwd, beraamd... Ik begin opeens wat al uit het land. Ik stribbelde tegen mijn ouderlijke woning op. Ik keek door een gat in de Schotse ruit naar binnen. Oh. Wat huilde mijn arme moeder. En oh. Wat las mijn vader de krant. Nooit zou ik daarmee terugkeren. Ik draaide mij weg van huis, dan maar de rest van mijn leven met de schuld van mijn ouders door. En ik sjokte de stad in. Nergens heen. Dat was wel een prettig gevoel om nergens heen te gaan. Altijd als je ergens heen ging, dan was je wel ergens bang voor. Maar als je nergens heen ging, hoefde je ook nergens bang voor te zijn. En ik kom iemand tegen die zegt, waar ga je heen? Ik zeg, nergens. Oh, zegt hij, dan moet je met mij meegaan. Ik zeg, hoezo nou? Hij zegt, ik ga ook nergens heen. En binnen de kortste keren liepen we met een heel groepje jongens nergens heen. Verdwalen kon niet, want dat kan alleen maar als je ergens heen gaat. Nog nooit waren zoveel jongens nergens heen gegaan en toch dezelfde kant opgelopen. En we zongen... Wij zijn de kleine zwervers. Wij zwerven erop los. Wij zwermen uit en zwerven. Door open veld en bos. Wij zwervers blijven buiten. Dus tijd om het gewin. Ze kunnen naar ons fluiten. Wij stinken er niet in. Ze kunnen naar ons fluiten. Wij stinken er niet in.
bergen, door open veld en bos. Wij zwervers blijven buiten de strijd om het gewin. Ze kunnen al ontfluiten, wij stinken er niet in. Ze kunnen al ontfluiten, wij stinken er niet in. En alles, alles hebben die kleine zwervers op straat gehaald. Te beginnen met de kunst, weg uit die benauwde kamers. Iedereen was creatief, iedereen was een kunstenaar. Je doopte je kwast in de verf en je schilderde. Je schilderde, je schilderde. Nou ja, vraag me niet wat, maar je schilderde. Gehaald, weg uit die benauwde kamer. Iedereen was een politicus, iedereen had een belang. Je schreef je leus op een spandoek. Je schreef, en we marcheerden voor. Gaat weg, weg uit die benauwde slaapkamer. Iedereen was een minnaar, iedereen hield van elkaar. We gingen de natuur in, doken in de bosjes. En we gingen. Iedereen hield van elkaar, dus het ging vanzelf.
een zwerver die een hekel had aan thuis. Mijn vader en mijn moeder noemden mij hun Odysseus. Al op mijn vierde, vijfde liep ik alle dagen weg. Maar omdat ik aan een touw zat, bleef ik steken in de heg. Ik kreeg een fiets waarvan ik de trappers flink bewoog. Maar vader liet mij nog niet gaan, hield mijn achterwiel omhoog. Hij boemde me aan de tafelpoot, bouwde om het huis een hek. Ik fietste door de spijlen met die tafel op de nek. Mijn ouders lieten mij niet gaan, ik kreeg maanden huisarrest. En nam ik dat niet kwalijk, aan het huis kreeg ik de pest. Ik pakte een doosje lucifers, joeg de brand erin. Nu zwerven we alweer jaren met heel het huisgezin. Wij zijn de kleine zwervers, wij zwerven er op los. Wij zwermen uit en zwerven door open veld en bos. Wij zwervers blijven buiten de strijd om het gewin. Hey! We kunnen maar ontsluiten, wij zinken er niet in. Onvermijdelijk kwam ik terecht in een van de twee jongensgangs die de stad rijk was. Je had twee groepen, je had de onze en je had de hunne. En de hunne gingen over het snoep en stonden onder leiding van de chocoprins. En de onze die gingen over de knikkers en stonden onder leiding van de knikkerkoning. Een handige jongen die ooit eens op straat één knikker had gevonden en toen tegen iedereen gezegd: het gaat niet om de knikkers, het gaat om het spel. Tot hij ze allemaal had. Ik kon mijn vrijheid niet aan. Ik raakte al gauw verslaafd. Ik stond al snel bekend als Stroman, de glutonsnuiver. En van de gluton kwam de Velpon en van de Velpon kwam de Bisonkit, de superglue. Hele rollen plakband heb ik er op een avond doorheen gejaagd in mijn hunkering naar het hogere. En dat moest van kwaad van erger en dat moest ook allemaal betaald. Gelukkig kon ik nu en dan een boodschap doen voor de knikkerkoning. Waar ik niet allemaal geweest ben. Afghanistan, Libanon, Marokko, Colombia. Je bent moeder. Overal ben ik geweest. En iedere keer was ik mijn boodschap vergeten. En dan werden mijn koffers verwisseld en dan kon ik weer naar huis. En nooit een klacht. Ik begon me af te vragen, wat zou er toch in die koffer zitten? Gods wegen zijn wonderlijk. Ik zit een keer in de trein van Ulf naar Nichtenvecht. Er rijdt niet eens een trein, dus zo wonderlijk zijn Gods wegen. En kan er ook aan gelegen hebben dat ik de avond ervoor wat gebloot had. Jointje of vier en ik had wat gespoten. Niet te veel, ik moest zuinig zijn, voornamelijk lucht. En ik had nogal wat gesnoven. Lijntje of negen, niet te veel. Ik was behoorlijk high, zou je wel kunnen zeggen. En ik was homa, 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 homa. Zo high was ik nou ook weer niet. En ik zit in die... Ik zit in die trein en iets verderop zit een beetje zenderlingenfiguur. Een beetje evangelistig type in een zakbijbeltje te lezen. En die zegt tegen mij terwijl hij uit het raam kijkt: ziet u daar die koe? Nou, ik had wat gerookt, ik had wat gespoten, ik had wat gesnoven. Maar een koe blijft onherroepelijk een koe. Dan mag je wel helemaal in India zitten, wil je daar een olifant van maken? En dan zit die snavel nog aan de verkeerde kant, dus... Ik denk, ik ben de mens, dan wil ik. Zeg, ja, ik zie die koe. Toen zegt hij, hoort u wat hij roept? Nou, die trein die maakte een colere herrie, maar ik kon me wel ongeveer voorstellen wat die koe zou roepen als ik had kunnen horen wat hij geroepen had. Koeien hebben niet zo'n afwisselende conversatie als wij nu, maar als dat zo was, zou ze niet zo massaal afgeslacht worden. Dus ik denk, ik ben die mens, ik kan geen kant op, ik sta in die trein, ja... Uitstappen behoort tot de mogelijkheden, maar kwam ongelukken van. En dat is op zichzelf dan niet zo erg, maar sinds kort krijg je dan Pieter van Vollenhoven op bezoek. En dan ben ik nog liever op slag dood, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel, als je wat gebloot hebt, kan het nog best een trip wezen, hoor. Om die vogel met die cocaïne schalen langs je nest te krijgen.
Dus toen zegt hij tegen mij, weet u wat dat betekent? Ik zeg, geen idee. Hij zegt, daarin zit verscholen de hele antichrist. Ik zeg, de hele antichrist. Sorry. De bovenleiding komt spontaan naar beneden. Zag u dat? Neem me niet kwalijk, hoor. Ja, dan moet je maar eerste klas gaan reizen, hè? Heb je nergens last van. Hier, extra pot voor emancipatiezaken. Lees dat maar. Hij zegt, wacht even, dit, dat heb ik op de kermis wel vaker bij de hand gehad. Deze. Dat is een klusje van deze. Even dreigen met links. En dan met rechts pakken. En hij zegt, goh, wat glimt dat hoofd van u, zeg. Hij zegt, weet u, wat? Twee stille van de kale krikkenkoning, geloof ik. Van de 15 ontsnapten nog 8 voortvluchtig. Hij zegt die koeroe boe. Dat betekent B-O-E-O-E-O-E-O-E-O. Ik begreep er geen fuck meer van. Hij zegt, wat zit er in dat koffertje? Ik zeg, knikkers van de krikkenkoning. Hij zegt, ik ruik anders iets heel anders. Zit er misschien stront aan de knikkers? Ik doe dat koffertje open, liggen 6 plakken oversneden rode Libanon bovenop elkaar. Hij zegt, ben u soms een junkie? Ik zeg, u mag nooit meer raaien. Ja, neem maar mee het interieur vooruit, maar lijken wel voetbalsupporters. Hij zegt, ben u soms een junkie? Ik zeg, ja. Hij zegt, en wil u daar graag vanaf? Ik zeg, ja, dat willen alle junkies wel. Maar ja, omdat we verslaafd zijn, komt het er niet zo van. We zijn eigenlijk meer verslaafd aan het afkicken dan aan de drugs, kan je wel zeggen. Hij zegt, dan moet u eens langskomen op een van onze samenkomsten. Ik zeg, is dat niet een beetje al te cold turkey? Kunnen we niet beginnen met een dag met de metadonbus naar de Efteling? Hij zegt, ik kom wel bij u thuis. Hij komt op huisbezoek. En nog geen 4 weken later ben ik afgekikt en wel het middelpunt van 1 dier samenkomsten. Leg jij die spuit maar neer. Laat die oïne achterwege en hou het enkel op de heer. Alles klopte in mijn kop, mijn hersens barsten er haast uit. Hij riep toen aan door de knieën en ik knielde in mijn spuit. In mijn spuit. Van de pijn, zei ik dat, heb je er nou van? Sta daar niet zo stom te kijken,
Jezus Christus, help me dan. Toen gebeurde er een wonder, geprezen zij des Heren naam. De spuit begon te trillen en vloog met een boog uit het raam. La la la, vloog met een boog uit het raam. Alles klopte in mijn kop. Alles klopte in mijn kop. Voor mijn ogen werd het zwart. Meer voor een zwart voor ogen. Alles klopte wat ik stopte. Alles klopte en ik stopte. Ik stopte Jezus in mijn hart. Stekte Jezus in mijn hart. Wie tot één keer durft te komen. Wie ziet zo één keer trouw te komen. Die wordt door de Heer beloond. Die wordt van den Herrn beloond. De Heer bekomt omsonst zijn genade. Die krijgt gratis zijn genade. En die was nog nooit zo stoot. En er was nog niemand zo gesteinigd. Is jullie ook heel erg dankbaar. Dank jullie wel, broeders Brouwer. Dank jullie wel. Ja. Ja, broeders en zusters, dan is het nu zover dat wij weer een der onzen, in dit geval broeder Stroman, mogen uitzenden om ons mooie zendingswerk in Afrika voort te zetten. En als ik zeg voortzetten, dan zie ik mezelf nog als een van de eerste zendelingen naar Afrika gaan toen daar nog helemaal niets was. Nog geen honger, nog geen ellende, nog geen ziekte. En ik heb in Afrika persoonlijk de syfilis mogen introduceren. En kort erop die fijne actie voor de penicilline mogen opstarten. En nu gaat broeder Stroman alweer als eerste hulp first aids naar Afrika brengen. En pas bij de zesde keer Afrika, dan komen jullie zo op. Ja, jawel. Nee, we hadden afgesproken zesde keer één handje plus een vinger. Ja? Het was zo. God, probeer daar maar eens totaaltheater mee te maken. Ja, toen, ja. Ja. Versterkt zonder microfoon. De Heilige Geest is nu waarlijk in mijn gevaar. Ja, toen wij daar in dat deel van de wereld kwamen, waar het zo bloedje heet kan zijn, toen vonden wij daar die massa's goud. En ja, wij moesten de plaatselijke bevolking ervan doordringen dat het hem niet in de materie zat. Goud, laat u er maar uit en dan hou je over waar het om gaat. En ja, om ze niet in verzoeking te doen komen, hebben we aangeboden om al dat goud gratis voor ze naar Europa te brengen. En niet alleen het goud, de diamanten, het ivoor, alleen de olie is in handen van een concurrerende godsdienst gevallen. Broeder Stroman, nog eenmaal de boodschap waar het om gaat. De mens heeft geen stoel meer in zijn leven. En wat was de stoel waarnaar wij dreven? Dat was de elektrische stoel. Maar op onze Heer, zo kom er voor. Begin niet over dat ruwe houten kruis. Je moet die negers met een beetje electric boogie om hun oren slaan, ja? Broeder Stroman, breng de boodschap daar waar hij hoort, in de binnenlanden van Afrika. Dus dit moet een groepje inbollingen voorstellen. Van de Adidas-stam, neem ik aan. Ik denk niet dat het regime Bouters hier erg van onder indruk zal komen. Het lijkt meer op een stelletje maf verklede avant-gardistische jazzmuzici die bij gebrek aan subsidie een snabbeltje hebben aangenomen. Oh, sorry.
Sorry, ik had niet gedacht dat een elitair publiek daar zo reactionair op zou reageren. Neem me niet kwalijk. We pakken het even terug. Ja, ik begin even opnieuw met dit stukje, ja? Komt ie weer. Dat ziet er angstig uit. En wat een angstaanjagend jungle decor heeft u hier opgezet. Heeft iemand van u professor Zonnebloem gezien? Oh nee, dat is ook niet helemaal de juiste toon. We doen nog één keer, hè? Dus zendeling de jonge zendeling die komt dus in Afrika, ja? Goh, heren, wat is het hier warm en vochtig bij u. Mijn naam is Stroomman en ik kom met een boodschap van de Heer. Dat kan niet, want die zit in de hemel. Oh jee, mijn boodschap. Ik ben hem vergeten. Vergeten. En binnen de kortste keer is... Met die twee heb ik al eens een keer in de trein gezeten, geloof ik. En binnen de kortste keer... zat ik in een kookpot, jongens en meisjes. Geen kant kon ik meer op. Water erbij, verse tuinkruiden. Ik zag mijzelf al als bouillon-tablet naar Europa geëxporteerd. Ik was al half gaar toen ik bevrijd werd door een legertje huurlingen. Doe je de volgende keer ook even je horloge af, ja? Toen ik bevrijd werd door een legertje huurlingen, leuke lui, Belgen. En een van die Belgen die zegt tegen mij, we laten je pas gaan als je voor mij een boodschap doet in Casablanca. Zeg tegen mijn vrouw, je kan het wel vergeten. Dus je kan het wel vergeten. Ja, dat kan ik wel onthouden. En dan komen jullie gelijk weer op in je nachtclubkostuum. Wat sta jij daar nou? Nee, je moet hem ook niet over je hoofd aantrekken. Je moet een beetje schoenen doorheen. Een mop, ja. Jullie begrijpen wel dat die huurlingen mij niet lieten gaan voordat ik eerst een mop verteld had. In het grensgebied tussen België en Nederland is een juwelier overvallen en er zijn 7 verdachten, 6 Nederlanders en 1 Belg. En die juwelier moet ter identificatie naar het bureau en daar staan die 7 verdachten tegen de muur. En die juwelier komt die kamer binnen en die Belg stapt naar voren en zegt, ja, dat was hem. Van de reden vonden die huurlingen helemaal niet leuk en ik moest nog een mop vertellen. Een toestel van de Sabena moet landen in de buurt van New York. Het liefst op Kennedy Airport natuurlijk. Maar er is nog maar 1 landingsbaan en met inspanning van alle krachten weet de gezagvoerder de kist aan de grond te zetten. Met zijn neus tegen de afrastering. Zegt die gezagvoerder, dat was het kortste landingsbaantje dat ik ooit in mijn leven gezien heb, waarop die tweede piloot zegt.
Sorry. Nee, sorry. De temperatuur in het algemeen. Nee, nee. Zoiets dubbelzinnig zou ik helemaal nooit tegen u durven zeggen. Ik durf... Oh, sorry. Ik durf überhaupt niks meer tegen u te zeggen. Ja, ik ben eigenlijk nog zo'n ouderwets romantisch type dat het liefste met mijn gitaar onderaan uw balkon... U heeft geen balkon. Ik kom goed uit, want ik heb geen gitaar. Nou ja, vroeger kon je een vrouw nog wel eens een complimentje geven. Wat zit je haar leuk, of wat een geinige tweedehands jurk heb je aan of zo. Iets serieus. Vindt u het vervelend om zo elke week ongesteld te zijn? Vindt u dat achelig? Hè? Hoe vaak? Maar dat valt nog best mee, vindt u niet? Had uw moeder daar ook al... Ja, natuurlijk. Stomme vraag. Die moet u maar als niet gesteld beschouwen. Als ongesteld, precies, ja. Nou, wordt nou wel gezellig, hè, zo. Oh, sorry. Het liefste zou ik een plaatje draaien of zo. Een compact disc vind ik ook best. Tuurlijk wil ik bewijzen dat ik een man ben... Daar ben ik toch een man voor. Maar dan ga ik wel alleen naar je kamer. Geef me de sleutel. Geef me de sleutel maar. Hoe heet hij eigenlijk? Nou, ik zie het al. Maria. Ik open haar kamerdeur. Twee felle spotlichten schijnen mij tegemoet. In een silhouet zie ik een wit tafeltje staan. Met daarop een wit formulier. En een lichtblauwe pen. Wat heb ik toch een ongelooflijke goede oog.
Ik vertrouw dat zaakje niet helemaal. Uit de luidspreker schalt een stem. Kunt u uw handtekening zetten? Ik wist niet dat ik hier ook al zo bekend was. Ik had me mijn eerste identiteitscrisis wel iets ingewikkelder voorgesteld. En met sierlijke letters zet ik Stroman. En ik zit voor 12 jaar aan het vreemdelingenlegioen vast. Toch iets te overmoedig geweest. Amerikaanse schooljeugd zit met een schermpje voor zijn neus. Dus dat moet weer via de ouderwetse methode van een koerier. En het lot zal bepalen welke gewone soldaat deze koeriersfunctie moet gaan bekleden. En wat wil het toeval? En wat is het leven zonder toeval met een gezonde epilepticus? Een toeval wil dat het lot op mij valt. Ik, Stroman, moet deze belangrijke boodschap naar de president van de Verenigde Staten brengen. De president van de Verenigde Staten is een druk bezet man. Die doet de hele wereld in één dag. Die zit nooit stil. Het lijkt wel een medewerker van Veronica. Die zit ook nooit stil. Laatst zag ik nog eens een serieus programma bij Veronica. Dat ging over... het onderwerp deed er niet zoveel toe. Zure regen. Iets waar iedereen voor is of iedereen tegen, als het maar iedereen is. En die presentator zei tegen die deskundige dat ze al zo'n te gek tof bos wel helemaal niet leuk vinden. Als er zo'n onwijs gaaf buitje op 30 komt binnenvallen terwijl zij gedwongen zijn om stationair te blijven draaien. Maar voordat u antwoord geeft, eerst even een plaatje. Raindrops keep falling on my head. Discjockeys en acteurs regeren de wereld. Het is 10:30 in the Oval Room. En de president is met Midden-Amerika bezig. Daar heeft hij 19,5 minuut voor. Nicaragua sarren, El Salvador Honduras opzwepen, Grenada binnenvallen, Cuba blokkeren, Bouterse landzichtkaart sturen. Kissentje rapporteert, dat wil zeggen die staat naar een voetbalwedstrijd op de televisie te kijken. Iemand steekt zijn sigaret aan de Olympische vlam. De batterijen van de president moeten verwisseld worden. Een CIA-chef smeekt om rehabilitatie, uitroepend: het waren de mijne niet. Een soldaat uit Libanon, wat daarvan over is, moet gedecoreerd. Het orkest speelt minimal music, want een president krijgt de muziek die hij verdient.
die heksenketel kom ik binnen. Stroomman, Hollandse jongen. Ganzenbord voor zijn kop. Pimpampetblik in zijn ogen. Halma houding, Sjoelbak armen, hinkelbaan benen. Voor het zingen de kerk uit snikkel. En ik wist niet dat je kwaad werd, smoezel op de lip. En de president zegt: well, my boy, what is your message? Boodschap. Vergot. Vergeet, hè? Yes, vergeet. Ik was het woord even kwijt. Vergot, wie zegt er nou vergot? I vergot. Vergeet, hè? Is helemaal niet erg. Ik was vroeger acteur. Ik was mijn tekst ook wel eens kwijt. Kom, pak je script en lees het voor. Ik heb geen script. Het zit in mijn kop. Kop eraf, openbreken en eruit halen. Iemand gaat om een guillotine. Maar dan... dan begint de president bevrijdend te lachen. Die bevrijdende lach die al zoveel miljoenen Amerikaanse soldaten het leven heeft gekost. En iedereen lacht mee. Behalve Kissinger, want zijn elftal staat met 3-1 achter. De president komt naar mij toe en zegt: motherfucker, son of a bitch. Opeens moet ik aan mijn moeder denken. Opeens voel ik mij de reïncarnatie van Marinus van der Lubbe. Alweer een Hollandse jongen op een keerpunt in de wereldgeschiedenis. Met een mond vol tanden. Ik heb het niet gedaan. I forgot. Ik val aan, volg mij. Dan maar de lucht in. Mon Dieu, ayez pieté de moi, de mon pauvre peuple. Wie ben ik dat ik dit mag doen? Als er 1 miljoen werklozen zijn, stap ik op. Er is een moment geweest waarop ik op het punt heb gestaan mijn spullen te pakken en met de kinderen te vertrekken. De CIA-chef ziet zijn kans schoon op rehabilitatie. Hij slaat mijn rechterhand over de papierprikker van de president. En draait mijn linker in de rol van de schrijfmachine. De president roept: the electric chair. En ik denk: is dat de stoel waarnaar wij dreven? En plotseling herinner ik mij mijn boodschap. Yes, I remember my message. Yes, I remember. I was standing in the Oval Room of the White House and I was remembering my message. Mijn boodschap, ik weet het weer. Bandrecorders, videorecorders, tape recorders, cassette recorders, wire recorders worden ingeschakeld. Oren gesperd, ogen gespitst. Ik stap naar voren en zeg: een half vol koren en 2 ons kaas aan een stukje.
is de Amerikaanse legerleiding bezig deze merkwaardige boodschap te decoderen. Ik vertrouw de uitkomst niet helemaal. Ik ben bang dat, wat ik ook gezegd heb, men vroeg of laat toch wel tot plaatsing zal overgaan. Het leek mij verstandig naar mijn vaderland terug te keren en al mijn oude vrienden nog eens te mobiliseren voor wat misschien wel de laatste keer zou kunnen blijken te zijn. Ik kom het clubhuis van de knikkerkoning binnen. Dat lijkt potdomme wel een bruin café. Ik dacht dat wij alles op straat hadden gehaald, maar wat zijn dat voor zouteloze praatjes aan de bar over bijvoorbeeld de kunst? Mevrouw, als ik een rode streep zet, dan gaat het om wat ik weglaat, begrijpt u wel? Niet zozeer om die rode streep, dat kan uw zoontje ook, maar die kan expliciet niet weglaten wat ik in concreto weglaat, begrijpt u wel? Ja, ja. En als wij dan eens uw subsidie weglieten, was het ook kunst? Ik dacht dat wij de politiek op straat hadden gehaald, maar wat zijn dat voor ludieke smoelen op de tv-ministers die roepen, gooi mij maar een taart in mijn gezicht, liefst mokka, want dan zijn de kinderen zo dol op. Ik dacht dat wij de liefde op straat hadden gehaald, maar een kapotjesautomaat in de heren en de pil en abortus in het ziekenfonds, is dat de vertaling van iedereen houdt van elkaar? Love is a battlefield geworden. Het lijkt wel of helemaal niemand zijn nek meer durft uit te steken. En waar zijn de kleine zwervers? Eens waren wij heel stout en dwars tegen de draad. Toen werden wij kabouters en we kwamen in de raad. Gedreven in kanalen, weg van de rivier. Ze lieten ons verdwalen in een molen van papier. Ik schopte tegen het leven, ging als een gek tekeer. Maar het bleek mee te geven, het bood geen weerstand meer. Dat hele ideale waarin ik had geloofd, bleek niet meer dan verdwalen in mijn eigen hoofd. Wij waren kleine zwervers, wij zwierven erop los. Al onze dromen stierven in open veld en bos. Ons restende verhalen van hoe kwam en ging. Je kunt alleen verdwalen in je herinnering. Je kunt alleen verdwalen in je herinnering. Voor zwerven is ons land te klein, het heeft geen enkele zin. Als je denkt dit is het einde, dan sta je aan het begin. Geen bergen en geen dalen in dit vlakke koninkrijk. Wie kan er hier verdwalen op de afsluitdijk? De infra is gestructureerd, de route uitgezet. Als je denkt ik zit verkeerd, ga dan naar het loket. Daar kun je alles halen, meneer, daar zijn we voor. Je kunt hier nog verdwalen
in de gang van een kantoor. Wij waren kleine zwervers, wij zwierven erop los. Al onze dromen stierven in open veld en bos. Wij moesten wat verzinnen toen ze vroegen naar de zin. Ze lokten ons naar binnen en wij stonken erin. Ze lokten ons naar binnen en wij stonken erin. Ons resten de verhalen van hoe het kwam en ging. Je kunt alleen verdwalen in je herinnering. Ons resten de verhalen van hoe het kwam en ging. Je kunt alleen verdwalen in je herinnering. Kleine zwervers dreigden al vagebonden te worden. Je ziet ze weer, de oude vagebonden. Je ziet ze weer, de schatgravers in troep. De eerste uitgehongerde is al gevonden, dus komt er snel een comité voor erwtensoep. Je ziet ze weer in koude wachtlokalen, ze staan weer duwend in de rij voor het loket. En in buurthuizen en kathedralen worden schuchter collectebussen neergezet. Je hoort de vakbonden nog roepen, sta op, verworpen het aan aarde en ontwaak. Je kunt geen kind verbieden om te snoepen. Nu zijn de rakkers mak na hun gestaag. De wereld lentelt weer in de misère. De crisis heeft zich wijd en zijd vertakt. Ze plukken van een kale kip nog veren. Zich als makke koeien merken. Men stopte ze in hokken, AOW, AOWW. Zij die niet konden, mochten, hoefden, wilden werken. Het gras was groen, ze graasden gretig mee. Maar ach, ach, de wei werd kaal en schraal. Dat hun merken rechten waren, maar welk recht heeft gebrandmerkt vee? Het recht van wachtenden op het slachthuis, onwetenden van het naderend genadeschot. Wat het recht woont waar de macht huist en wie de macht heeft, bepaalt het lot. De wereld wentelt weer in de misère. De koersen stijgen, maar het levenspeil dat zakt. Vrouwen proberen.
langzaam groeien. De Koude Oorlog haalt de economie uit het slop. Geen kunst, de kunstenaar, daar kun je op besnoeien. Kom, geef de generaal er nog een schepje bovenop. Maar waarom zijn er nog zoveel soldaten? Eén druk op de knop, dat wordt het gevecht. Als we de bonnen laten, kan het conventionele leger weg. De wereld wentelt weer in de misère. Er vallen Spaanders, het is de botte bijl die hakt. En wie het niet zint, verhuist maar naar Almere. Wie weinig heeft, heeft zijn koffers snel gepakt. Je ziet ze weer, zij die het niet meer weten. Ze staan weer in de rij voor een profeet. Ze roepen weer Hosanna. Klampen zich gretig vast aan hem van wie gezegd wordt dat hij het weet. Hij zegt de wereld wentelt weer in de misère. De weerstand van het menselijk ras verzwakt. Zolang je hangen blijft aan de materie kun je pakken. Tot je wordt gepakt. Gaten. Gaten in hun handen. Gaten. In hun zak. En zelf niks. In de gaten. Altijd maar gepakt. Het liep niet in de gaten. Ze zagen steeds een gat. Altijd maar gelaten. Nooit geen erg gehad. Met mijn rug tegen de muur. En wie kon ik daar nu de schuld van geven? Of liever gezegd, wie kon ik daar nu voor verantwoordelijk stellen? Die vuile Amerikaanse kapitalisten, die... Of het Vreemdelingenlegioen? De wachters, het leger. Daar ben ik door die vrouw ingelokt. Tuurlijk. Het is allemaal de schuld van de vrouw dat het zo ver is kunnen komen. Nou, dat zou ik maar niet meer zo hard op zeggen. Maar hoe kwam ik ook alweer bij die vrouw? Dat is de schuld van die huurlingen. Wacht eens even, die huurlingen die mij naar kassa... Tuurlijk, het is allemaal de schuld van de Belgen dat het zo ver gekomen is. Nee, dat lijkt me iets te veel eer voor de Belgen. Maar wie kan ik dan... Natuurlijk... Die inboorlingen die mij in die kookpot hebben... Het is de schuld van de negers dat ik... Nee, daar ben ik te laf voor om dat te zeggen. Maar hoe kwam ik ook alweer in af? De zending. Het is de schuld van het christendom dat het allemaal zo gelopen is. Ja, maar die hebben mij toch ook weer van de drugs afgeholpen. Dan is het de schuld van de dealer die... Maar... Ja, maar... Wat was er nou eerder, de verslaafde of de dealer? Die dealers die springen ook maar in een gat in de markt. Als de mensen verslaafd zouden zijn aan auto's, dan waren het autohandelaren geworden, zal ik maar zeggen. Maar wie kan ik dan de schuld geven? Wacht eens. Mijn moeder had mij natuurlijk nooit om een boodschap mogen sturen. Het is allemaal de schuld van mijn moeder. Hè, dat lucht op, zeg. Ik was even bang dat ik bij mezelf zou uitkomen. Huh? Het leek mij goed mijn moeder eens met deze schuldvraag te confronteren. Na 27 jaar bel ik aan de voordeur van mijn ouderlijk huis. Moeder doet open. Stroommannetje.
Waarom lacht u zo, dames en heren? Dit is een hele serieuze vertolking. Doe ik het misschien iets te komisch dat ik het doe? Ja, nou, dan zal ik het even iets meer terugnemen, dat ik het wat introverter speel, ja? Dat u later in het café zegt, ja, er zat wel iets in. En dat dat er ook in blijft, hè? Dus, zeg maar, een beetje onafhankelijk toneel, hè? Dus, nou, even de situatie. Moeder ziet zoon na 27 jaar terug, hè? Moeder komt op. Goh, joh, tijd niet gezien, zeg. Poef. Nou, we hebben ons wel de pokkenhaaien gezocht, zeg. Overal, nee. Het is wel toneel waar je prijzen voor krijgt, maar geen toegangsprijzen. Sorry, ik wist niet dat een elitair publiek daar zo reactionair op zou reageren. Neem me niet kwalijk. Misschien iets meer vanuit de fysiek van de beweging en de expressie van de body, dat je dat weer... Stroot! Nee. Lijkt tante Sidonia wel. Bovendien, zo lange gang hebben we thuis niet eens. Als je zo'n eind bij ons loopt, sta je aan het eind van de straat. En die is doodlopend, dus dan moeten ze je tussen de voegen van de muur wegpeuteren. Misschien dan toch meer dat ouderwetse volkstoneelachtige met die... Met die diepe emotie, met die diepe emotie binnen. Oh. Veiligheidsspeld noemen ze dat. Levensgevaarlijk. Oh, stroom, waar is je, jongen? Let niet op mij, ik ben hier de vloer aan het dweilen. We hebben overal naar je gezocht, overal. We hebben zelfs in het programma Opsporing Verzocht gezeten. Ja, ik wou niet, maar de buurvrouw had ons opgegeven. En ik dacht dat het een quiz was, maar ik vond die man er helemaal niet als een quizmaster uitzien. Meer een konijn dat het op een akkoordje met de jagers had gegooid. En de volgende dag werd ik door iedereen op straat herkend. Oh, mevrouw, wat leuk, ik ben uw zoon kwijt. Ja, wat leuk, ja. Mag ik uw handtekening? Nee, dit is toch ook niet helemaal mijn moeder. Misschien iets meer in de absurdistische dialoog. Bel aan, Herenstraat 10. Deur open, Baltus en Gerard. Baltus en Gerard vraagt, wist u wel dat Willem van Oranje de vader van Anne Frank was? Ik zeg, al schiet je me dood. Hij zei, ja, dat is juist het probleem. Als ik Willem van Oranje doodschiet, ben ik een goed katholiek. Schiet ik de vader van Anne Frank dood, ben ik een fascist. En dat gaat niet samen. Tenminste, toen nog niet. Nee, zoiets zou mijn moeder nooit zeggen, nee. Tenminste, nu nog niet. Misschien iets gedementeerder toch ook. Ik kom bij mijn kapper, ik zeg lekkere knipknul, ik zeg lekkere scheidingsdeskundige, weet je wat je doet? Hier een paar happen eruit, hier helemaal kaal, hier afro-look, hier tegenkamer, hier een scheiding over het was. En dan zou ik zeggen, de rest permanent door de war, ja? Kapper zegt, mevrouw, zo'n model heb ik niet. Waarop ik zeg, nou, de vorige keer had je er anders geen moeite mee. Ja, moeder, luister eens hier, voor dit soort flauwiteiten ben ik niet gekomen. Maar wel om je te confronteren met de schuld van alles. Nou, omdat je me verwekt hebt, daarom. Oh joh, misschien mag ik dan even iets rechtzetten. Je bent namelijk onze zoon niet. Wij hadden oorspronkelijk een meisje en dat meisje liep alle dagen weg. En we waren gedwongen haar aan een touw te binden. Op zekere dag haalt vader het touw binnen en toen zat jij eraan. Dat lijkt wel de kloe van een klucht. Maar moeder, ik bedoel vrouw. Wie ben ik dan? Niemand? Iedereen? En... Waar laat ik de schuld? Doek. Doek. Nee, doek. Doekie, joh. Doekie, doekie, doekie. Oeh. Tot zover strekt het beeld van Stroman zich uit. De metafoor houdt hierop, maar aan u, nu, de keuze
hoe het verder met deze stroomman afloopt. U, wakkere Hagenaars, Scheveningers, Roman countrymen, lend me your ear. U gaat, kom er maar even bij, kom maar. U, die mensen hier in die zaal, laat het maar even zien, thuis. Dat zijn mensen in de zaal, kijk je maar even. Die gaan nu, mensen uit Den Haag, die alleen al door hier te blijven wonen aangeven over wat voor een doorzettingsvermogen ze beschikken, ja? Die mensen, die gaan nu beslissen of het goed of slecht met Stroomman afloopt. Goed of slecht. Ik geef ze één hint. Ik geef u één hint. Als het slecht afloopt, is het leuker. Ah, kijken ze maar op. Nou, beginnen hoor. Let op. Wie van u wil dat het goed afloopt? Nou, thuis, beschamend niet. Dat is dan de elite die dan het goede met de wereld voor heeft. En vraag je, wie wil dat het goed afloopt? Gebeurt 3-4 man. Ongelooflijk, hè? Joh, misschien als straks die bom valt, dat het misschien best nog wel leuk om te lachen is. Wie zegt er niet? Hè? Om je buurman als brandende fakkel over de straat te zien. Ken je je buurman, die had het altijd zo koud. Moet je zien lopen. Dan kan je lachen, dat is ook zo'n vrede ding. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk dat u om dit soort vrede dingen kunt lachen? Ik zeg het net tegen de mensen thuis. Hoe is het mogelijk? Dat kunt u, dat kunnen ze, door dat schild van cynisme wat u rond u opgebouwd heeft. Ze hebben allemaal een schild van cynisme rond zichzelf. En dankzij dat cynisme waar ik het zo net over had, kunt u handhaven in uw relatie tot uw vrouw, in uw veeleisende job. En dat cynisme dat wordt maar gevoed door de media, door de kunstenaar, door mensen van allerlei negatieve allooi. Er is geen geschrijvers, er is geen goed boek of het loopt wel buitengewoon slecht af. Ik zeg net, er is geen goed boek of het loopt wel slecht af. Nou ja, u kijkers, u leest waarschijnlijk niet zoveel, maar dat komt dus over het algemeen wel voor. Dat is een... Nou ja, u leest Troskompas en zo, maar er zijn ook nog andere dingen geschreven natuurlijk. Hè? Dan ga ik de vraag anders stellen. Laat ik de vraag anders stellen. Wie van u wil dat het slecht afloopt? Nou, ongelooflijk stelletje lafaards en opportunisten. Heb je nou in de gaten? Opeens weer twee. Hoe kan dat nou? Nou, dat is een hele goede vraag. Hoe kan dat nou? Want precies, opeens 180 graden van mening gedraaid het hele zootje. Lijkt de CDA-fractie wel. Ik zeg net tegen u, lijkt de CDA-fractie wel. Ik zeg net... Dat ik tegen u zeg dat ze de CDA-fractie wel lekker. Nee, ik zeg nog een keer, ik zeg net tegen u dat... Dus opeens zit u allemaal op de boeketreeks golf van... Ja, nee, laat het maar goed komen. Ja, doe maar. He, want geen goed boek of het loopt wel slecht af. En geen slecht boek of het loopt wel goed af. Die grap ontgaat ze, maar nog even niet. Nou, dames en heren thuis, dat was dan zo eens even zo'n kijkje in een zaal met zo'n gemiddeld Nederlands publiek. Het is een beschamend tafereel wat ik u heb moeten bieden. Ik vind het jammer, maar de eerlijkheid gebiedt ons dit. Naast de tafereel die u zondag zo op de voetbaltribune zit, ook eens zo'n zaal met intelligente mensen aan u te laten zien. En dan ziet u, hè, dat u als thuisblijver toch maar weer gelijk heeft. Ik wens u nog een hele prettige avond verder samen. Ik raad u aan om het ding nu af te zetten. Het leukste is geweest. Leuker wordt het niet. Ik zou zeggen, doe de videocassette in de recorder. En dan volgt de rest vanzelf. Kijk eens, dames en heren. Trek hem maar af van dat snoer, ja. Kijk, als iets goed afloopt,
Dan loopt het niet af, dan gaat het door. Zij leefde nog lang en gelukkig. Maar als iets slecht afloopt, dan is het afgelopen. Hij was op slag dood. U ziet, het laatste is leuker. Thank you.
ervoor of ertegen is niet de keus. Ik bouw niet meer mee aan die muur. Waarom wil je niet kiezen, vroeg ik zoon. Waarom neem je geen standpunt in? Hij keek naar de hemel, hij deed of hij dacht. Welke kiezers hebben de macht? Ik kies liever niet, ik deel. Wat heb je te delen, vroeg ik zoon, je hebt immers helemaal niets. Hij keek naar de hemel als zag hij daar iets. Wat kun je makkelijker delen dan niets? Wat je hebt, dat wil je helemaal. Heb jij nog idealen, vroeg ik zoon, wat is jouw heilig ideaal? Hij keek naar de hemel en zei met een lach, een vogel te zijn die leeft bij de dag. Vliegen lijkt mij ideaal. Maar vliegen is een vlucht, zei ik zoon, waarvoor? Voor wie ben jij op de vlucht? Hij keek naar de hemel waarin God was verdwaald en zei, ik wil niet dat doodsangst mijn leven bepaalt.